Goed, we zijn hier vandaag at the office. Dit is the place where all the magic happens. Ja, want hier wordt hard gewerkt aan het maken van magic video's. Korte video's voor YouTube en Instagram met special effects. Het creatieve brein achter deze video's houdt zich schuil in een klein kantoortje in Gemert. Wout Kanters, alias Magic Woody. Ik woon nog niet herkend op straat. En Nick Jansen. Ik wil iets anders, ik wil iets nieuws. Beide, 22 jaar oud, werken zich hier dagelijks de tierenlier om steeds weer nieuwe en originele video's te kunnen posten. Nick en ik kennen elkaar via school, via de middelbare school. In de tweede klas kwamen we bij elkaar in de klas. En gelijk hadden we eigenlijk al een klik. En uiteindelijk 4 jaar bij elkaar in de klas gezeten. En toen kregen we een project voor school. En toen hebben we ons eerste filmpje gemaakt. En daar was eigenlijk ook de interesse in de filmindustrie eigenlijk uitgekomen. Inmiddels zijn we alweer een aantal jaar verder. Wout begon zijn eigen videobedrijf. En Nick kennen we van 2 grote bioscoopfilms over de motocross. Tony Cairoli, The Movie. Eén ding wat ik zeker wist is dat ik klaar was met hetgeen wat ik gedaan had. Want ik had die afgelopen 2 jaar ben ik alleen maar met die films bezig geweest. En je moet je ook voorstellen dat ik ook bijna alles zelf doe. En dat vergt zoveel tijd, energie en stress. En vooral na de afgelopen jaar was ik eerlijk gezegd best wel klaar mee. En wilde ik iets anders. Ik ben 2 jaar geleden ben ik begonnen met mijn eigen bedrijf. En dat ging eigenlijk vrij goed in het begin. Ik had redelijk veel opdrachten, redelijk veel klanten. Maar op een gegeven moment, ik denk 1 jaar geleden, toen kreeg ik een zware knieblessure door voetbal. En toen heb ik een aantal maanden op krukken moeten lopen. Ik ben geopereerd, een aantal weken in bed gelegen en heel veel moeten revalideren. En daardoor had ik geen werk meer, geen klanten meer. Ik ben mijn klanten kwijtgeraakt. En toen was het echt van, wat ga ik nou doen? En een soort van laatste hoop ben ik dit project begonnen. De Instagram video's en al inmiddels ook de YouTube video's. En gaat nou gewoon heel lekker en daar probeer ik nou gewoon mee door te gaan. En dan kan ik video's blijven maken. Oké, what the fuck is going on? Nick zag de internetfilmpjes van Wout steeds populairder worden. En Wout is gewoon ontzettend creatief, ontzettend gemotiveerd. En sloot zich aan. Van 's morgens vroeg tot diep in de nacht werken ze nu samen aan de magic video's. De magic video's zijn eigenlijk video's, 15 seconden video's, trucachtig, met heel visual effect-achtig. Er komt steeds een trucje in voor, gebaseerd op ideale situaties of herkenbare situaties in het dagelijks leven. Situaties zoals dat iemand zijn schoenen kwijt is. My shoes find me. Ja, vaak proberen we ook situaties gebaseerd op films terug te brengen. Bijvoorbeeld in Harry Potter, de afwas die zichzelf doet. What's your magic? En al dat harde werken werpt nu haar vruchten af. Tot nu toe zijn we in 3 maandjes zijn we met Instagram heel hard gegroeid. Daar hebben we nou in 3 maanden hebben we daar 21.000 volgers mee behaald. En dat is gegroeid ongeveer met 500 volgers per dag. 2,5 week geleden zijn we begonnen op YouTube. Zijn we begonnen met het maken van langere video's. En natuurlijk posten we ook onze korte video's op YouTube. En ook daar zitten ze inmiddels al op zo'n 3500 abonnees. Maar dat moet ook wel, want de 2 willen er hun brood mee gaan verdienen. Als je een bepaald aantal kijkers, een bepaald aantal views hebt, ga je daar inkomsten over genereren. Als je natuurlijk veel aanhang hebt, is dat natuurlijk ook interessant voor bepaalde partners, weet je wel. Ik bedoel, een Instagram video bij ons, we hebben momenteel 21.000 volgers. Op het moment dat wij een filmpje erop zetten, er zijn 21.000 mensen die het zien. Nou, dat is een gigantische markt. Dat is gewoon super. Dus er zijn allerlei manieren zoals wij proberen uiteindelijk ons brood mee te verdienen. Ja. En niet alleen online worden ze steeds populairder, ook op straat worden ze langzaamaan, beetje bij beetje, steeds vaker herkend. Een tijdje geleden hebben we al een aantal berichtjes gekregen van waren jullie bij de McDonald's of waren jullie op het plein in Gemert. En mensen herkennen ons uiteindelijk dan toch wel terug. En het is nog niet veel, maar wel een beetje en dat vind ik ook wel leuk en grappig. Oké, nog 1 truc dan. Speciaal voor ons. Even denken. Houd de microfoon goed vast.
Ik voel iets opkomen. Ja, alsjeblieft. Nou, dankjewel.